Ja. Toen ik u belde, de eerste keer, was de reactie toch niet weer ja. over... Ja, en dat meen ik nog steeds. Toch niet weer over ja. die Maarten? Ja, ja, die Maarten. Maar zo langzamerhand moet dat toch die Nederlanders braken. Weer iets over die Maarten, weer die Maarten verrossen. 90% van wat op televisie wordt vertoond is van een onbeschrijfelijke vulgaire ja, onnozelheid. Ja, ja, zeg ik die ook je altijd. Naar de keel grijpt als daar je kijken we ook niet meer. En de echtgenote van Koen, Sis van Rossum, zus van Maarten dus. Hij houdt van monologen. Ja, helaas wel. Helaas wel. Moet je die twee eens horen, Koen en Maarten. Daar kom je dus nooit tussen, hè? Daar kan je dus nooit van je langzaam leven meer ooit tussen komen. Ze horen je niet. Ze horen je helemaal niet. Ik moet dus echt al ha gaan doen. Ik ben ontzettend gepest. In en waarom ja. ben jij gepest? Oh, pardon. Nou, nee, gaat uw gang. Hoe uit zich dat pesten? Werd u in elkaar gemapt of was het... Ja, ja, sneeuwballen in de tas en ja, in elkaar geslagen, ja. En altijd maar door? Opwachten, ja, bij de school. Vaak ook een heel vies. Ja, vergis je even niet, want hij bagatelliseert het enigszins. Maar hij werd in elkaar geslagen. Want? Ja, ze vonden het een raar kind. Hij werd, dus we zaten op dezelfde lagere school. Dan moesten we langs een elite school. Dat viel nog mee, want dat was verbaal. Maar dan een katholieke jongensschool. Daar stonden ze hem ook op te wachten. En dat was echt stompen en achter hem aan zitten en zo. Ja, ja. Het had gesneeuwd. En ik had hem safe thuis. En naast ons huis was een poortje. En het lag dus sneeuw. En ik dacht, ik heb het jochie safe en sound thuis. En toen werd hij toch recht in zijn... Er was een jochie wat achter hem aan was gekomen. Die sloeg hem, dreunde hem dus recht op zijn neus. Het bloed droop in die sneeuw. Dat was een soort film bijna. Mijn moeder hing uit het raam. Gilde naar beneden, sla dan terug. Nou, wat hij natuurlijk nooit deed. En hij bleef daar volkomen weerloos. Terwijl het bloed, hij huilde niet. Terwijl het bloed in die sneeuw droop. Dat ik echt dacht van... Nee, ik had hele tactieken om bepaalde vluchtwegen, zodat ze hem niet zouden kunnen zien. Afhankelijk van de leider van dit gesprek. Maar, ze zijn ook allemaal veel te bruin. Het ziet er best raar uit, joh. Namelijk dat de economie een alles dominerende rol heeft gespeeld. Nu. Met name in nu. De laatste vier nu. Weken. Mag ik even? Nu. Ja, u bent nu. Ja. U zit te kloppen alsof ik de deur dicht gedaan helemaal, heb. Maar dat in het begin is niet helemaal zo. Niet. Ik vind het wel leuk. Ironie is bij hem ook, naar mijn gevoel ook, wel degelijk een middel om zichzelf te beschermen. Waartegen? Ja, dat zijn dus zaken waar ik me dus niet mee bezig hou. Dat zou je dus aan zijn zuster moeten vragen. Ja, ja, het kleine Maarten van Rossumpje zit heel diep weg. Dat beschermt hij ook. Wat beschermt hij dan precies? Zichzelf. Wie iets van Rossum wil begrijpen, moet terug naar de jaren 50 in Wageningen. Waar de vriendschap ontluikt tussen Koen, Sis en Maarten. In het paradijselijke, goedburgerlijke stadje gelden de Van Rossums als nogal merkwaardig. Een nonconformistische vader met een uitgesproken kunstzinnige ambitie. En een moeder die gaandeweg ongelukkiger wordt. Hoor hoe ruim een halve eeuw later herinneringen uiteenlopen. Maar het was een oase. Wij woonden in een absoluut volledige achterbuurt. Je hoorde daar... Georges Brassens, vader van Rossum sprak over Van Gogh. Mijn vader schilderde naakte wijven, zoals dat heette in Wageningen. Mijn moeder schepte de paardendrollen van de straat om de tuin te bemesten, met name de rozen. Ze had een ijzersterk gevoel voor esthetiek, eigenlijk meer nog dan de kunstenaar vader van Rossum. Ik ben heel weerbaar geworden op straat en vechten en niet over je heen laten lopen. Maar ik schaamde me wezenloos voor die ouders. Letterlijk een oase, een schitterende tuin daaromheen, op zeer kleine schaal gemaakt. Daar heerste gewoon een prettige intellectuele atmosfeer. En de kinderen die dus door het raam, we hadden ook zo'n zijraam, naar binnen kijken. Nokte wijven. En ik schaamde me daar zo verschrikkelijk voor. Die vader, dat was een geestige man? Ja, nou, dat is zwak uitgedrukt. Op een gegeven moment had hij in Duitsland hij ergens in een restaurant gegeten en het was niet echt bevallen. En na de maaltijd stond hij op en riep door de zaal: bombarderen ze die kuchje bieten. Fantastisch.
In die tijd hadden we één kachel en dan 's winters rende die naar beneden. Trok hij zijn pyjamabroek uit, dat zal ik nooit meer vergeten. Kletste hij op zijn billen, want mijn vader was in het geheel niet preuts. Heb ik van hem, Maarten niet. Die is zo preuts als ik weet niet wat. En dan riep hij, de morgenstond heeft stront in de kont. Hij kon midden in een gesprek, kon hij op een gegeven moment het gesprek stilzetten. En dan hield hij zijn lange vingers voor je. En dan zei hij, kijk, de lange asthenische vingers van een topintellectueel. Mijn vader kon ook prachtig vloeken, dus doe ik maar even. Godverdomme Beppie, je moet zien de belasting invullen. We verkopen de hele handel, we kopen een orgel en we trekken de wereld in. En ik zat te sidderen als kind, want als kind denk je, stel je voor dat hij dat doet. En ik zag me met zo'n bedelbakje, weet je wel, dat ik dus langs de mensen moest. En dat we misschien dan ook een aapje zouden hebben. Vreselijk. Waren het zorgzame mensen? Mijn ouders? Mijn ouders? Nee, in het geheel niet. Totaal niet. Ze gingen hun eigen weg. Achteraf heb ik het altijd gezien als twee egoïste kinderen. Moet je zelf toch op je 23ste in een oorlog een kind krijgen, om even vast niet. En dan nog binnen dezelfde oorlog nummer 2, hè? En ze waren met zichzelf bezig. Met hun eigen wereld en hun eigen dingen. En die kinderen, ja, die waren er. Maar dacht je dat wij aan tafel een mond open mochten doen? Zij spraken over kunst en boeken. En wij moesten onze kop dicht houden. Mijn vader vertrok met een 20 jaar jongere vrouw en begon daar al heel snel 3 nieuwe kinderen mee. Nou, ik kan me voorstellen dat dat toch niet echt lekker valt, hoor. Eerlijk gezegd. Want je wordt afgedankt. Ik heb dat als kind ook heel sterk zo ervaren. Hij begint gewoon een nieuw nest jonge honden. Hallo? Mijn moeder heeft die scheiding nooit goed verwerkt. Nee? Dat is een les voor alle kijkers. Met name kijkeressen, hoe moet je dat zeggen? Kijksters. Zorg dat je daar treuren 1 of 2 jaar, roep regelmatig godverdomme, schop een paar keer tegen de muur, maar zorg dat je er vanaf komt. Zorg dat je door kunt fietsen. Want uw moeder heeft onder geleden, begrijp ik. Ja, mijn moeder heeft onder geleden. En waarom leid je? Omdat je je leed ook deels voor een belangrijk gedeelte zelf organiseert. Hey Maarten. Hey. Van Rossum, bijzonder hoogleraar Amerikanistiek in Utrecht, groeit pijlsnel uit tot een waar televisie-icoon. We hebben denk ik een beetje gebrek aan markante persoonlijkheden op de universiteit. En over Maarten kan je van alles zeggen, maar dat is in ieder geval. Ja, dan nemen ze hem ook kwalijk. Ta. Was hij niet in alle geledingen van het universitaire leven populair? In het geheel niet. Wat dacht je van zijn collega's? Die vonden dat hij het vak populariseerde. Daar waren ze helemaal niet van gediend. Het vak werd door het slijk gehaald. Meneer kwam op de televisie en die ging een beetje in normaal Nederlands iets vertellen over hoe dingen in elkaar zaten. Kijk, je moet heel geleerd en wollig praten, hè? Dus het leverde heel veel jaloezie de métier op? Absoluut. Als ik aan Maarten denk toen hij studeerde, die zat dus altijd met thee te lezen. Detectives. Detectives? En inderdaad, ja, dan wist je dat niet. Man, neem een detective en die heeft hij gelezen. Hij las detectives, non-stop. Non-stop. Ik ben wel eens naar mijn chef, naar Herman van der Dunk gaan zeggen, Herman, het wordt niks, dus weet je wat, ik stop ermee. Ik word leraar in Winterswijk. En toen sprak hij de historische woorden, doe dat maar niet, want je kunt eigenlijk niks, behalve dan lezen en een beetje schrijven. En als je nou eerst die dissertatie afmaakt, dan spreken we dan verder. En nou ja, dat had hij goed gezien. Hij zei, het is opvallend dat een klein land als Nederland zoveel mensen levert. Laat dat een aansporing zijn voor andere landen, ook België bijvoorbeeld. Dat vind ik ontzettend sympathiek. Je ziet wat hij denkt. Het is je broer die je kent vanaf je geboorte. Dan kan ik hem niet zien zoals een doorsnee Nederlander hem ziet. Dat lukt mij niet. Ik zou willen kunnen, maar ik kan het niet. Want u ziet nog steeds ergens dat jongetje dat, ja, voor wie u tactische wegen moest bedenken om hem bij een pak slaag weg te halen. Ja, ja. En die nu vertelt hoe de wereld in elkaar zit. Ja, maar daar geloof ik natuurlijk niet van. Wat ontroert u in hem? Dat hij is wie hij is. En dat was hij natuurlijk altijd al, hoor. Maar dat is hij wel gebleven, vind ik. Hij is gewoon wie hij is. En die mooier en die lelijker. Je zag dat bij dat dementeringsproces, hè, heel sterk terugkomen, die scheiding. Ze zei op een gegeven moment ook, ik heb nooit iets gekund, ik heb nooit iets gepresteerd en mijn huwelijk is ook te mist eraan. Boos? Ja, boos, woedend. Wij gingen altijd zondag
En gelukkig ging mijn vrouw mee, want ik vond het in mijn eentje eigenlijk nog erger. Mijn vrouw had daar natuurlijk een soort natuurlijke afstand bij en die kon daar beter effectiever mee omgaan dan ik. Maar ik zag er eigenlijk elke zondag weer tegenop. En als ik terug was, was ik toch uit het veld geslagen door de aftakeling van een van je ouders. Het was zo erg dat ik op een gegeven moment niet meer aldoor kon gaan. Maar hij wel, hij ging wel. Ja, dat vind ik echt petje af, hoor. Hoe was dat dan? Nou ja, hij werd voor rotte vis uitgemaakt. Want zij dacht dat het er ex was. Dus zij ziet daar de ex binnenkomen. En als Winnie erbij was natuurlijk de nieuwe vriendin van de ex. Dus dan begon ze met, rot jij maar op. Jij deugt niet. Toen kon ze nog praten. Nou, dat is gezellig als je bij je moeder op bezoek komt, hè? Ja, dat is vreselijk. En tenslotte kon ze alleen nog maar gillen. En dan ging hij met die rolstoel. Hij noemde dat ding de Kon-Tiki. Ik geloof dat dat ding ook de Kon-Tiki heette. Ging hij daar door dat park. En dan gilden ze de hele route. Ja, hij heeft ook wel eens overwogen om dan met Kon-Tiki en al in de vijver te rijden. Wat hij nooit zou doen. Maar goed, ik kan me er alles bij voorstellen. Het was gruwelijk. Het was echt gruwelijk. We hebben hier een hele zaal met Utrechtse caravaggisten. En om daar nu iets meer over te horen, heb ik uitgenodigd mijn eigen zuster. De wereldberoemde kunsthistorica Sis van Rossum. En zij wilde haar instructies vooral geven naar aanleiding van het schilderij De Koppelaarster van Gerard van Honthorst. Hé. Hey. Ja. Oh, dan gaan we maar. Want... ook leuk. Ja, toevallig. Heb je nog wat aan je familie? Ja, precies. Hey. Nou, daar hebben we De Koppelaarster. Ja. Leuk schilderij. Een ontzettend leuk schilderij. Ja. En misschien kun jij beginnen met wie is De Koppelaarster eigenlijk? Ja, dat is goed. Links zie je De Koppelaarster. Dat zijn altijd oude vrouwen. Die waarschijnlijk vroeger ook in het vak hebben gezeten. En zorgen dat ze een man aan een bepaald type vrouw helpen. Dus de man legt uit wat voor vrouw die wil hebben, hoeveel geld hij daarvoor over heeft en dat is het. Ja, wie wou een schilderij van in feite juist een bordeelscène, juist. Want dit is een bordeelscène. En bedenk even dat Utrecht op dit moment, wij hebben de reformatie gehad, hè? We hebben de reformatie, men is streng calvinistisch. Kijk even wat je hier ziet. Ja, ik heb geen idee wat het is, eerlijk gezegd. Dat is een kaarsensnuiter. Een kaarsensnuiter? Daar doe je de kaars mee uit. En daarmee ben je eigenlijk al bij de betekenis van dit schilderij. Namelijk dat het een memento mori is, hoe gek ook. Je gaat geen bordeelscène aan een muur hangen. Dat kan niet bij de Calvinisten. Dus je kan je afvragen, wat is het dan wel? Want natuurlijk genoten ze ook best van het soort voorstelling. Maar het is een memento mori, een gedenk te sterven. Ja, en juist op het moment niet waar van... de betaalde liefde. Juist, het is vluchtige. Moet je eraan denken. Juist. De pret in dit leven is van kortstondige aard. Juist. En voordat je pap gezegd hebt, ben je op gruwelijke wijze bezweken aan. Juist. Zwieren op je benen. Je bent jong, je bent mooi. Je bent jong, je bent mooi. Ook dat houdt op. En waarom de luit daarbij? De luit is volgens het verhaal, een seksueel symbool. Oh. Want inderdaad, het bolle, het ronde is natuurlijk de buik of de vagina van de vrouw. En natuurlijk, dit is dan de man. Maar ik vind het een beetje vergezocht en onzinnig. Want je ziet heel veel van die luiten, toch? Ja, op al die koppen. En vooral bij die caravagisten, die hebben de helft van de schilderijen staat een luik op. Ja. Nou ja, maar ik moet zeggen, ik had dat nou niet zo opgemerkt. Dat zie ik niet. Vooral omdat hij dat dus, hij houdt dat allemaal in dit... in dit doorkijkje, met mij zo te zeggen. Maar nu moeten we verklaren waarom dit een Caravaggiaans schilderij is. Want niet eerder werd dit type van lichteffect vertoond op een schilderij. Nee, het is dus, dat moet hij in Rome gezien hebben van Caravaggio. Dat is namelijk het sterke licht-donker contrast. Het is alsof je in die kamer zit, in die donkere kamer die verlicht wordt door die kaars. Ook dat is heel caravaggistisch. Dat hij zo dicht op het tafereel heel dicht, ligt. Ja, heel dicht op het tafereel. Dat is echt heel typerend. Want vaak, tot nu toe was het zo dat je dus dingen echt van een afstand ziet. Veel, veel verder weg, zal ik maar zeggen. En ja, het verschil zit natuurlijk toch wel degelijk in dat onderwerp.
Want iedereen zegt, oh ja, Caravaggio, hij was een schurk en die ging naar de hoeren. Dus ja, dit zal ook wel Caravaggistisch zijn qua onderwerp. Nee dus. Nee, wij zijn Calvinistisch. Het is een Calvinistisch schilderij. Het is een hartstikke Calvinistisch. In de trant van Caravaggio. Juist. Ze noemden zichzelf de bentveugels, oftewel de bentvogels. En ze leefden daar een regelmatig, behoorlijk wild leven met veel drank. Maar ja, waarbij andere... toch weer de vraag is, hoe kwamen ze aan geld? Dat is een goede vraag. Had ik willen vertellen, heb ik nog niet verteld. Heel veel van die lui, want men denkt, en je leest dat ook op internet, dat het om studenten ging. Het ging helemaal niet om studenten. Het ging erom dat om zeg maar kunstenaars die hun eigen werkplaats hadden, dus die hadden geld om naar Rome te gaan. Hoe kwamen ze in Rome aan geld? Ze kregen opdrachten, want ze waren al volleerd schilder. Dus ook Van Honthorst moet in Rome geschilderd heeft hebben. Heeft dus bekend. En dat werd ook verkocht? Dat werd flink verkocht. En wat bracht zo'n doekje naar hem op toen? Dat weet ik niet. Maar dan had je natuurlijk wel, de een kon beter dan de ander. Caravaggio was op zijn 18e een volleerd groot kunstenaar. Maar waarom? Omdat hij geannexeerd werd door bijvoorbeeld kardinalen. Bijvoorbeeld al die sensuele jongens die we dan kennen. Dan zeggen ze, ja, Caravaggio was homoseksueel. Wie was homoseksueel? De kardinaal die de opdracht gaf. Ja, tuurlijk zijn het de kardinalen die niet deugen. Nee, dat is altijd zo geweest. Ja. Dat is altijd zo geweest. Dat is echt de kern van deze uitzending, dat de kardinalen niet deugen. Juist. Ja, nou. Nou, het is echt prachtig. Echt prachtig. Gewoon niet bezeren. Ja, nou. Maar je ziet ook weer, Maarten, het drinken, het vluchtige. Ja. Hè? Even, je hebt veel lol, je bent even dronken en dan... Zo'n lichtzinnige vier die op zijn hoofd heeft. Ja, precies. Moet je kijken, Maarten. Typisch Caravaggio. Deze vieze voeten. Kijk, dat is Caravaggio, echt Caravaggio die dat voor het eerst doet. Vieze voeten, ik denk natuurlijk meteen aan dat schilderij van Van Mensel van zijn voet. Ja, heb ik je dat nog gestuurd of niet? Ja, prachtig. Ontzettend. Die oude vieze voeten. Blauwe aders. Ja, dat ziet er verschrikkelijk uit. Ja, dat is heel mooi. Ja, Van Mensel was een dwerg. En dus die heeft met dat bindje... Ja, hij heeft gelegen in bed. Ja. Heeft hij zo'n smerige voet. Maar het is een prachtig schilderij. Ja. Maar dan moet je dus nagaan, dat zou toch in deze tijd nooit gekund hebben. Nee, dat is uitgesloten. Mensel was 19e eeuw. Als dit al revolutionair is. Dat was zeer revolutionair. Ja. Maar kijk, je ziet dat die man natuurlijk kan schilderen. Neem nou bijvoorbeeld die lap waar die jongen op ligt, zie je? Dat is natuurlijk toch heel fraai gedaan. Of bijvoorbeeld die opengewerkte broek, zie je? Dat was de mode van die tijd. Dat is ook wel erg netjes, die broek, hè? Dat kan... Nou, het is een keurig schilderij. Ja. Dat moeten we. Het is natuurlijk ook niet, dit is geen meesterwerk. Ja, wat is een meesterwerk, Maarten? Dat is ook subjectief. Je weet hoe we beslissen wat meesterwerken zijn, namelijk wat ik meesterwerken vind. Oh, dat vind jij? Dat zijn meesterwerken. Nou, weet je hoe de schilderijen die ik geen meesterwerken vind, zijn geen meesterwerken. Totaal belachelijk. Nou ja, we hebben hier dus een vieze voet. Die vieze voeten danken wij aan Caravaggio, die voor het eerst mensen voorzien heeft van vieze voeten. Zoals in de werkelijkheid ook meeste mensen enorm vieze voeten hadden in die tijd. Maar toch is dit hele schilderij, als je het vergelijkt met het oeuvre van Caravaggio, is dit van een ongelooflijke braafheid. Stabiel. Dit zijn brave navolgers van Caravaggio. En maar het lollige is toch dat ze wel zoiets... opmerkelijks doen als een vieze voet. Dat is dan weer lol. Maar waarom zijn ze braaf? Omdat ze te maken hebben met, ik kan niet genoeg zeggen, met een opdrachtgever. Ik blijf dat een leuk schilderij vinden. En ik vind die groep. Ja. Nou ja, we hebben hier eigenlijk in dit zaaltje met Utrechtse caravaggisten een beetje... neerbuigend gesproken over de Utrechtse caravaggisten. Dat het een beetje brave schilders waren, dat het Calvinistische schilders waren. En ik heb zelfs gezegd dat dat ding van die met die herder, dat geen meesterwerk was. Maar
dat komt natuurlijk allemaal omdat we het vergeleken hebben met Caravaggio, die een van de grootste en meest vernieuwende schilders van de afgelopen honderden jaren was. En als we dat nou niet doen, als we Caravaggio een beetje op afstand zetten, dan zijn de Utrechtse caravaggisten eigenlijk buitengewoon aardige, aantrekkelijke, verdienstelijke, ja zelfs vaak knappe schilders. Kijk naar Hendrik de Brugge. Dat harnas. De slapende Mars. Maar kijk toch even op het internet naar die Caravaggio. Ja, dat is ook weer zo'n raar cliché dat het een boef was. Maar jij bent net zo'n boef als Caravaggio, hoor. Nou. Driftkikker. Nou.